Ja, het is weer tijd voor een super geweldige tekenles van de tekentovenaar. Hey, kijk eens even. Dit is mijn allergrootste vriend en wij gaan samen vandaag heel veel pret beleven, want ik ga namelijk een Lego poppetje tekenen. En niet zomaar, maar zo in 3D. Dat je de zijkant ziet en zo allemaal de rondingen. En we gaan schaduw gebruiken. Ik ga het je allemaal uitleggen. En als je dit filmpje hebt bekeken, dan weet je precies hoe jij een Lego poppetje in 3D kan tekenen. En dan kan je hem gewoon overal tekenen. Hè? Dus we gaan aan de slag. Vergeet niet even te abonneren op mijn YouTube kanaal en mij te volgen op TikTok. Nou, daar gaan we. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ik moest even kijken. Ik heb een Lego poppetje opgezocht. En deze is helemaal perfect. Want deze is 3D. Want kijk, je kan helemaal eromheen kijken. Zo, de zijkant kan je zien. Dus we hebben met schaduw te maken. We hebben met alles te maken. Dus we maken het onszelf lekker moeilijk. Zodat ik alles kan uitleggen. En als je dit begrijpt, nou, dan kan je een Lego poppetje op allerlei manieren kan je die gaan tekenen. Bedenk altijd, dit is ons papieren laboratorium. Hier gaan we experimenteren, hier kunnen we alles doen wat we maar willen. Dus word niet te krampachtig en zo en ga niet te snel zeggen het is mislukt. Want we gaan experimenteren, dus we gaan uitproberen. Dus als je dan je potlood even flink scherp maakt en dan gaan we beginnen met eigenlijk helemaal niks. We beginnen met een leeg vel papier, dus we worden ook leeg in ons hoofd. Dus we kijken hier ook naar met een leeg hoofd en heel langzaam beginnen we het te begrijpen en steeds meer te begrijpen. Hè? Dus het is eigenlijk een puzzel die we gaan oplossen. Dus we beginnen met kijken naar het hoofd. Nou, dat zie ik in eerste instantie als een vierkant, zie ik zo. Kijk, het probleem is, als je weet dus eigenlijk van bovenaf is dit rond. Dit hoofd, dit is een beetje vierkant en zo. En als je hem dan gaat draaien, dan begin je het niet meer te begrijpen. Omdat alle vlakken veranderen dan. Als je bijvoorbeeld een vierkant. Als je een vierkant zo gaat draaien, dan ziet een vierkant er ineens zo uit. En als de vierkant dan ook nog een dikte heeft, dan ziet het er zo uit. Dus als je een vlak gaat draaien, dan ziet het er niet meer uit zoals het eigenlijk is. Dus, maar omdat we nog heel vaak denken van oké, het ziet er zo uit, gaan we het ook heel vaak tekenen. Je ziet ook vaak kinderen, zie je bijvoorbeeld een huis, zie je dit gaat dan nog wel en dan dit gaat dan ook nog wel. Maar als dit dan hier gebeurt, dan gaan ze allemaal gekke dingen gaan ze dan allemaal doen. Want ze denken van oeh, het is dat. Omdat ze denken van, die zijkant is toch ook vierkant, maar dat ziet er dan niet meer zo uit. En dan raak ik ze helemaal in de war. Dus daar hebben we mee te maken met dat probleem. En dat is alleen maar leuk, want de problemen die zijn er om op te lossen. Dus ik ga hier beginnen met een tekening te maken, met een droomtekening. We gaan eerst dromen, daarna gaan we schetsen, daarna gaan we uitwerken en afwerken. Als je die stappen volgt, dan kom je er altijd uit. Dan kan je tekenen wat je maar wil en welke stijl je maar wil. We beginnen hier. Dus we beginnen gewoon met een, even kijken. Ja, met een vierkantje zo hier. We beginnen heel relaxed. Ik zie hier een vierkantje. Wat zie ik hier? Ik zie een grote vierkantje. Kijk, die loopt een klein beetje erbuiten. Dus die teken ik hier zo. En hoe loopt ongeveer van daar tot daar? Ik weet nog niet precies hoe die loopt, dus ik ga hier allemaal lijntjes zo tekenen. En eens even kijken, naar onder zie ik zijn benen. Ik ga door deze dingen heen. Kijk, nou, dat komt wel goed. Het is een experiment, dus we kunnen gewoon lekker overal doorheen tekenen. Dat is juist wel goed. Zo, hier hebben we zeg maar de basis. Zo zou die ook een beetje eruit zien van voren, hè, van de voorkant. En nu gaan we kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk. Hè? Dus, want dit is omgedraaid, een klein beetje zo gedraaid zo. Dus wat gebeurt er dan? Kijk, deze lijnen die normaal recht zijn, die zijn nu allemaal schuin. Kijk, die hebben allemaal deze schuinte. Dus ik ga met mijn potlood even zo doen en dan ga ik zo ongeveer, ga ik die schuinte zo overnemen. En dat doen ze eigenlijk allemaal. Deze, ook de bovenkant. Overal
die schuinte. Dus alles wat recht is, wordt schuin. Dus dat is wel mooi. Dus alles wat hier recht was, die gelijk zijn, al die, die zijn dan hier ook allemaal gelijk. Dus dat is wel fijn, gelukkig. En oké, dan zien we nog wat. We zien namelijk die zijkant. Dus we zien hier, die zijkant, die loopt een beetje zo schuin. Die loopt een beetje, kijk, die loopt een beetje zo schuin. Dit is recht en dan dit is schuin. Dus die loopt een beetje zo schuin. En deze, die loopt ook een beetje zo schuin. Ietsje minder schuin zie ik. Ietsje minder schuin. Op het moment dat je iets begint te draaien, gebeuren allemaal hele gekke dingen. Dus je moet alles, al die lijnen moet je opnieuw gaan bekijken. Want je hebt een hele totale nieuwe situatie komt er. Hè? Dus we gaan die ook even opnemen. De bovenkant zie ik ook. Dit is een kort lijntje. En deze, even kijken. Oh, die begint hier dus. Die is ook hetzelfde. Kijk, die heeft dezelfde schuinte. Die en die, die en die. Dus dan hebben we dit stukje al gedaan. Die arm die ga ik zo meteen wel doen. Ik ga eerst even de basis doen. En dan hebben we eens even kijken. Onderkant van. Kijk, in deze afstand is ongeveer gelijk aan deze afstand. Hè? Dus deze afstand en die afstand zijn ongeveer gelijk. Dus dan ga ik hier nog eventjes zo in het midden. Dat zijn zijn benen. Nou, deze heb ik. En dan gaat hij hier omhoog. Ik kijk eventjes naar de breedte, naar deze breedte. Hoe breed is die ongeveer? 1, 2 past hier ongeveer. Ja, iets minder dan 2 keer past die erin. Dat zal ongeveer zo breed zijn. Meten doe ik altijd een beetje zo met mijn vingers. Ik ga niet helemaal precies meten met een lineaal, want dan ben je aan het kopiëren. Nu, je mag wel een beetje je handen zo gebruiken, maar gebruik niet te veel hulpmiddelen. Want dat... ja, gaat ten koste van de eigenheid. Hè? We willen wel een eigen. We willen wel kunst maken, zeg maar. Hè? Dus. Eens even kijken. Dus we hebben die. En dan gaan we. Kijk, als dit. Dan zal dit ongeveer hier zo komen. En dan komt hier zo het hoofd op. Kijk, het hoofd staat eerst hier zo. Maar die loopt dan. Dat die toch zo schuin loopt, loopt die een beetje. Hier zo. Hier ergens. Maar het hoofd loopt rond. Dus dat is weer een nieuw probleem. Want dat moeten we weer oplossen. Yes. Dus dat, hoe gaan we dat nou eens even oplossen? Door. Kijk. We maken eerst van dit rondje. Maken we een vierkantje. Dus we maken eerst zo. Kijk. En hij loopt ook in diezelfde. Dat vierkantje loopt ook in diezelfde schuinte. Dus we gaan zo. Die schuinte. Een beetje overnemen zo. En dan. Kijken we eventjes waar die begint. Dus hier zo. Ik maak hier gewoon zo. Deze schuinte kan je ook gewoon overnemen, de zijkant. Zo en zo. Kijk, deze dikte kunnen we overnemen. Dus we maken hier zo. Even. En dan gaan we van deze vorm gaan we een ronde vorm maken. Kijk, hij loopt hier zo. Dus ga ik hier in het midden even een paar puntjes zetten zo. Midden van deze lijn, midden van deze lijn. En dan ga ik die met elkaar verbinden. Zo. Even een beetje rond maken zo. Rondingen. Kijk. Dus ik haal stukjes af van dit hoekje. Zeg, die hoekjes haal ik er zo vanaf. Dan ga ik zo. Maak ik hier even een rondje. En daar maak ik een rondje. Die gaat naar deze lijn toe. En dan ga ik zo naar beneden. Dan kunnen we deze lijn kunnen we vergeten. Want die zie je niet. Het is niet echt een hoek. Hè? Maar je ziet wel. Deze lijn zie je heel duidelijk. En deze lijn zie je heel duidelijk. Maar deze lijn. Van die rechthoek. Die is eigenlijk verdwenen. Dus gaan we hier zo naar beneden. Hier zo naar beneden. Hier. En dan hebben we hier weer een lijn en die gaat zo en dan gaat die, dus eigenlijk deze lijn is eigenlijk net zoals die en die, gaat zo en dan gaat die zo. En dan doen we nog even zijn nekje eronder zo. En die valt dezelfde lijn.
Kijk. En dan hebben we, kijk, zijn we nou aan het schetsen, hè? Dan kunnen we het een klein beetje, zo een beetje bijwerken. Deze loopt zo recht naar beneden. En die loopt zo. En dan kijken we, want boven ziet hij er ook nog anders uit. Dus dan kunnen we ook nog een vierkantje maken op dezelfde manier. Een kubus. Zo, en dan loopt hij ook weer. Kijk, ook weer rond. En dan loopt ietsje, kijk. Ietsje minder hoog. Zie ik nu. Kijk, je ziet steeds meer dingen. En misschien dat we deze lijn hierboven, kijk, als we die een beetje weghalen zo. We gaan doen het zo en hier gewoon een klein lijntje zo. Nog overhouden. En hier heeft het een bepaalde dikte, dus ik ga hier nog even eentje inmaken. Kan je het zien? Ja, staat er nog op. Zo. Deze lijn, een beetje bijwerken nog. Ik zit steeds te kijken van hoe loopt deze lijn en hoe loopt deze lijn. Nou, waar zitten de ogen? Die zitten hier helemaal, helemaal links. Dus en zo'n beetje, nou, iets boven het midden. Als dit het midden is, dan zitten die ogen ietsje erboven zo en zo. En daaronder, zo ergens, het mondje. Zo. Tada! Misschien ietsje kleiner. Ietsje kleiner misschien, zo. En zo, kijk, waar zit deze ongeveer? Die zit ongeveer, daar zo, dat klopt ongeveer wel, ja. Je ziet, je valt, als je ze vergelijkt, dan valt je wel dingen op en denk je, oh nee, het moet toch een beetje anders. En daarom is die droomstap en het schetsen zo ontzettend belangrijk. We gaan zoeken, hè. Dus, wat hebben we nog meer? We hebben hier een arm. Die is ook weer, iets nieuws. Ik ga er eerst gewoon even een simpele vorm van maken. Gewoon, zo. Een rechthoek. En nog een rechthoek. Zo. En daar ook een rechthoek. Ongeveer dezelfde schuinte, hè? Kijk. Dezezelfde schuinte, daar begint de hand. Dat reken ik als een rondje eerst even zo. En dan hebben we hier een klein rechtstukje. Gaat zo naar beneden, dus deze loopt schuin, deze loopt recht, deze loopt recht. Verticaal bedoel ik dan. Kijk, zo. En dan krijgen we hier een bochtje. Het bochtje zit hier ook. En het bochtje, oh, dat zit achter die hand, dus daar zie je hem niet. Ik ga hier weer een lijn, die heeft weer dezelfde hoek. En deze gaan recht naar beneden. Zo. Deze heeft dezelfde dikte als die, maar dan komen zijn voeten, die lopen ietsje meer door. Kijk, hij heeft dezelfde schuinte, zo schuinte, die loopt ietsje meer door. En tot hier ongeveer. Kijk, deze loopt zo gelijk, weer diezelfde hoek. En dan zo. En dan krijgen we weer diezelfde hoek, dezelfde schuinte. En dan zo. Hij loopt ietsje schuiner hier. Maar ik hou gewoon dezelfde hoek eventjes aan. Dan ziet het er ook heel goed uit. En dan deze. Daar begint die. Deze. Daar begint die. En dan hebben we die ook te pakken. Nou, dan gaan we nog eventjes met de hand bezig. Dan zie ik dat. Eerst het bovenste vlak even maken. Zo'n rondje en dan kijk hier, puntje en dan hier wordt hij dikker. En dan weer, komen ze hier weer bij elkaar. Ietsje dikker, iets verder ongeveer. Zo. En hier ook. Rond. En dan komen ze hier. Zo weer bij elkaar.
En dan heb je hier een stukje arm. En dan begint hier ook een stukje arm, zie ik dan nog. En dan begint hier zo'n shirt, zo'n trui. Deze loopt een beetje zo, zit een klein knikje in. Deze loopt hier rond. En deze is hier behoorlijk breed. En dan loopt dat hier, die breedte ongeveer. En dan loopt die wat smaller, zo, kijk, daar gaat die. En deze, kijk, deze loopt ook rond. Dus de ronding, maar dat kan je doen met schaduw. Deze ronding aangeven. En deze ook trouwens. Kijk, je hebt hier eventjes uitgummen wat niet van belang is. Zo, kijk, je ziet al aardig. En deze, kijk, deze dikte, die hebben we hier zo. Deze loopt dat moet je zo, deze loopt hier zo. Die loopt daar zo rond, maar dat zie je net niet die dikte. Deze loopt ook zo en dan loopt die ook zo rond. Dat zie je met de schaduw. Oh, kijk, je ziet nog deze zijkant, zie je nog? Dan gaan we die ook even aanpassen. Zo, en dan zie je zo die zijkant. Oké, deze afstand zie ik nu. Kijk, deze afstand is korter, dus ik maak er even een soort van hoefijzervorm van. Zie je? En dan krijgen we, klopt dit ook weer meer. Die loopt dan ook zo, dezelfde ronding. Zo, zie je? Dan klopt het. En dat is met deze kant, is dat ook zo. Hoefijzervorm. Dus je ziet elke keer, zie je weer wat. En dat is het zo, dat maakt het zo leuk. En ik denk, yes, ik heb hier wat gevonden. Dat geeft echt een kick. Als je het ziet. En dat neem je dan mee in je hoofd voor de volgende keer. En dan kan je, als je zelf iets maakt, kun je al die kennis gebruiken. Zo. Kijk eens even. Nou, dan ga ik eventjes met een pennetje, of met een stift, ga ik het even overtrekken, zodat je weet van, oké, ik ga even zo, die lopen recht naar beneden, dan krijg je, die loopt rond, en dan dezelfde ronding, deze, kijk, het zijn maar kleine oogjes. Dan heb je deze. En ik kan zelfs nog een klein beetje dingen aanpassen. En dan gaat deze, die gaat zo daar naartoe. Hier zit een klein knikje in. Die loopt zo. Die loopt zo. Zo, dit ziet er echt goed uit. En elke keer als je een lege poppetje, je hebt vast wel zelf ook lege poppetjes, zet hem voor je en ga dan even heel goed bekijken hoe het er dan uitziet als je hem gaat draaien. Want elke keer verandert de situatie. Maakt niet uit hoe je hem draait, elke keer moet je hem weer helemaal opnieuw bekijken. En dan gebeuren er allemaal geweldige dingen. Ik doe deze even zo. Je mag ze ook zelf wat bedenken natuurlijk. Hè? Dus ik denk dat het zo beter is, dan doe ik het gewoon. Zo. Kijk, en je kan hem gewoon in één keer proberen te tekenen. Maar dan kom je helemaal vast te zitten. Nu hebben we hem bestudeerd en in ons laboratorium.
En nu komt hij heel wat dichter bij de waarheid. Kijk eens even. Ga ik er zo nog een beetje schaduw geven. Kan ik je daar nog even wat over vertellen en dan is het wel goed zo. Zo. En ja, die loopt er ook nog een klein beetje zo. En dan gaan we nog een beetje schaduw geven. Laat ik even zien waar je de schaduw kijkt. Is deze kant. Aan deze kant komt het licht allemaal. Hè? Dus die kant is wat lichter. Deze kant is de schaduw. Dus je kan deze zo donker maken. Deze kant van arm. Zo. Kijk, dan krijg je die ronding. En dus deze kant en deze kant hier binnen. Hier binnen. Hier zo. Daar zo. Deze kant van de arm. Kunnen we hier een klein beetje. Ja, deze kunnen we zo doen. Maar ik een beetje rond zo, kijk. In ieder geval volg ik die ronding, zeg maar, van het hoofd. Hier ook volg ik de ronding. Hier kunnen we nog een beetje schaduw doen. Van het hoofd hieronder. Nek, deze kant. En als je goed kijkt, dan kan je ook nog hier niet, want het is een gulp. Zo, hier kunnen we nog even een beetje schaduw doen. En hieronder nog een beetje schaduw, want ik loop rond. Zo, en dan kan je hier nog een paar, beetje zo, een paar lijntjes zo zetten. Zo. En dan hebben we een prachtig Lego poppetje gemaakt. 3D. Hoe geweldig is dat? Echt. Ik hoop zo dat die van jou ook een beetje gelukt is. Ga anders deze video nog vaker bekijken. Zodat je het begint te begrijpen. Want je moet het leren begrijpen. Ik heb natuurlijk al heel vaak dingen getekend. Mijn hele leven al. Dus ik begrijp steeds meer dingen. Maar elke keer moet je weer gewoon denken van. Oké, hoe zit dat? En je kan ook gewoon zeggen van. Ik ga een zittend Lego poppetje. Of ik ga zo'n poppetje tekenen. Maar het idee is allemaal gelijk. Dus hey, ontzettend bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. Ja. Het is weer tijd voor een super geweldige tekenles van de Tekentovenaar.